Hoi, ik ben Sharon van Rimstation en je kijkt naar Toasted. Ik weet zeker dat er nog veel meer succes gaat komen, want ik heb net jullie nieuwe plaat gehoord. The Heart of Everything heet die. Waarom die titel? Dat is een beetje het thema van de hele cd. Ja. Alle teksten zijn er min of meer, dat is eigenlijk het idee eigenlijk achter alle teksten. Een soort rode draad eigenlijk door de teksten heen. Het idee staat een beetje voor de gedachte van wat stel jij als individu middelpunt van jouw leven. Wat vind jij belangrijk? Mm-hmm. En dat je veel zelfreflectie hebt van joh, dit, nadat je een zelfreflectie hebt. Dat je niet opeens wakker wordt op een dag dat je denkt van oké. Wat ik nu gedaan heb in mijn leven, weet je wel, dat is zonde geweest. Ik had eigenlijk een andere richting moeten gaan. Ik had mijn hart moeten volgen, maar dat heb ik niet gedaan. Dat kan heel moeilijk zijn soms. Nou ja, daarom hebben veel mensen dus een midlife crisis op 40, weet je wel. Ik zeg maar wat, sommige mensen hebben het eerder, sommige mensen hebben het later. En het is heel belangrijk om dat wel af en toe gewoon wat meer erbij stil te staan. Dat je gewoon neer gaat kijken van oké, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk, weet je wel. Vind ik hetgene wat ik doe nou leuk omdat ik het leuk vind? Of hou ik mezelf voor de gek? Of is het omdat de menigte wil, de massa wil dat ik dit ben of dit doe? Yeah. What have you done now? Oftewel, what have you done? Met Keith Caputo van Wie kent hem niet? Live Agony. Ja, de 90s liefhebbers. Heel veel mensen nu kennen Live Agony niet. Maar het komt gewoon een beetje, ik denk, als je een beetje van onze leeftijd bent. Precies, jaren 90 bent inderdaad. Hebben we van 93 geloof ik tot en met 7, 98. Ja. Onlangs wel een reunie gehad, maar niet echt veel bezocht. Nee. Ongelooflijk goede zanger. Hij is niet groter dan deze tafel, denk ik. Maar hij is wel groot. Ja, dat wel. Maar wat een stem heeft die gast, zeg. Ja, hij is wel 10 keer groter in zijn stem dan lengte. Ongelooflijk. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Nou, we gingen best wel naar festivals vroeger. En toen hebben we hem een keer gezien. Ik weet niet zeker of het nou Pinkpop was of Dynamo. Mm. En waren helemaal ondersteboven van zijn stem. En dan op een gegeven moment, soms blijven gewoon bepaalde concerten hierbij. Zeker als je een bepaalde leeftijd hebt, 18, 19, weet je, dan ben je helemaal ondersteboven van dit soort muziek. Of in ieder geval muziek maakt dan een verder diepere indruk bij. Dus concerten van die periode, die zitten gewoon heel erg in je heugen gegrift. Meer dan als je wat ouder wordt. Ja, ik heb er last van ook. Ja, dat je teruggrijpt toch op die tijd van... Ja, dat heb jij dus ook. Ja, dat heeft iedereen die ik ken van mijn leeftijd. Dus ze zeggen wel van 18 tot 4 of 25, dan kan je bands observen in je kop en daarna is afgelopen. Nou, ik probeer er wel voor open te staan, maar op die leeftijd sta je er gewoon veel meer voor open. Precies, absoluut. En hij was een van die bands waar we helemaal van onze boven waren toen we hem live gezien hadden. En vooral Robert heeft altijd heel erg naar Live Agony wel veel geluisterd. En we hadden ook een tourmanager vroeger, Bas. Die was ook helemaal gek van Live Agony, dus werd ook wel regelmatig in de bus gedraaid en zo. Dus toen dacht ik, bel hem even op. Hij woont in Amsterdam, hè? Hij woont ook wel in Nederland. Nee, we hadden op een gegeven moment een nummer geschreven. En het was niet bedoeld als een duet in het begin. Maar op een gegeven moment, anderhalf jaar geleden, had het nummer geschreven. En zo'n nummer groeit op een gegeven moment. En Robert had voor een groot gedeelte de zanglijn ingezongen. En op een gegeven moment ging ik het inzingen. En ik had wat stukjes toegevoegd en zo. En op een gegeven moment dacht ik van, weet je wel, ik kan die dingen wel gaan inzingen. Stukken wat Robert had gezongen. Maar dat past beter bij een mannenstem. Bij een mannenstem. En ik kan het wel zingen, want het is wel de toonhoogte die bij me past. Maar het had niet hetzelfde effect, het had niet dezelfde charme toen het zo samenklonk. Zo, een raar beest hier loopt hier rond. Ja, een eigenaar. Schat, oké. Heel grappig rondje. Hey, even kijken hoor. Het schrijfproces, hoe ging dat? Was het makkelijk? Hoe zijn jullie begonnen? Want je bent natuurlijk keihard wezen knallen en dan van eventjes chill. Maar ben je gelijk doorgaan met nummers schrijven? Ja, bijna wel. Omdat we hadden nog heel veel inspiratie ook na de Silent Force. En dat soms ben je helemaal uitgeblust. Maar dat was in dit geval helemaal niet. Ik weet niet waar dat precies doorkwam. Maar een soort moment van... dat je soms zit in een rush en dan denk je van oké, ik kan nu heel veel schrijven. Laat ik maar veel schrijven. Want vaak is het ook heel veel produceren. En dan moet je zelf op een gegeven moment na een tijdje dat je de afstand hebt van genomen. Van dit zijn de mooie nummers of ideeën. En dan ga je die dingen ga je uitwerken. En we hadden ook een heel, heel duidelijk beeld al vrij snel naar het album van oké, dit is niet helemaal gelukt, dat is wel gelukt. Dus van daaruit werk je dan verder. En in combinatie met het feit dat je veel inspiratie hebt en veel productie, weet je wel, veel nummers schrijft, veel ideeën maakt. Mm-hmm. Ja, komen daar gewoon bepaalde dingen uit. En dat, we zijn in principe eigenlijk vrijwel meteen doorgegaan. Heb je nog opgetreden met deze plaat? Geloof ik niet. Ik geloof dat 19 gaat beginnen met Heren van Amstel, hè? Voor de eerste keer. Ja, maar dat zijn geen nummers van de nieuwe plaat. Oh, nog helemaal niks. Wanneer ga je die in de Melkweg spelen binnenkort? Ja, absoluut. Helemaal verbouwd. Oh, die wordt verbouwd. Die is al aan het verbouwen natuurlijk. Ja. Ik dacht dat het speciaal wordt verbouwd voor jullie, maar hij is aan het verbouwen. Nee, hij is aan het verbouwen inderdaad, ja. Hoe gaat jullie show eruit zien? Wanneer gaan jullie beginnen en hoe gaat hij eruit zien? We gaan natuurlijk in de Melkweg beginnen.
sowieso was een, ja, de eerste keer dat mensen in Nederland kunnen luisteren. En we gaan, de officiële tour gaat beginnen in maart, eind maart. En we gaan met de show, weet je, de dingen eromheen, dat zijn dingen die we nu nog aan het ontwikkelen zijn. Dus we weten niet precies hoe het eruit gaat zien. En buitenland ook nog, wat gaat er gebeuren allemaal dit jaar? We gaan beginnen met de Europese tour. Dan krijgen we de festivals, die zullen ook overal zijn. En daarna gaan we naar Amerika, een korte tour doen. We worden voor het eerst gereleased. En daarna gaan we weer een grote tour doen. En dat zal dan, ja, kan overal zijn. Eigenlijk voornamelijk Europa met Japan waarschijnlijk erbij. Of eventueel nog bepaalde shows in Engeland ook. En mm-hmm. Misschien wel Zuid-Amerika deze keer ook. Okay, dus maar Amerika dus ook voor het eerst gereleased, zeg je? Ja, ja, ja. Oh, dat is spannend. Ja, zeker spannend. Ga je concurreren met allerlei andere bands dan? Nou, weet je wat het is? Je moet altijd weer overnieuw beginnen, weet je. Ja. Ook in een land zoals Amerika begin je klein. En het is en dat vinden we zelf ook heel erg leuk, want dan moet je weer vechten voor je muziek. En ja, het is weer een hele andere... Hele kleine zaaltjes. Ja, hele kleine zaaltjes en rokerig en weet je wat. Ja, ja, maar ook intensief en intens. Dat vind ik ook wel heel leuk. Terwijl dat met andere zalen natuurlijk ook kan zijn, maar het is anders gewoon. Ja. Weet je, als mensen je al kennen, is die reactie gewoon al veel anders dan dat je voor het eerst mensen jouw muziek horen. Ja, je moet ze overtuigen dan, hè? Ja, ja, maar dat vind ik heel leuk. Dus dat is ook weer, het is gewoon een leuke uitdaging. Weet je? Ja, wanneer gaat dat los, zeg maar? Rond de zomervakantie. Dus de zomervakantie. Ja, net na de zes festivals. Ja. Dus ja, we zien het wel. We gaan gewoon leuk ons ding doen, wat we altijd doen. En ja, weet je wat het is? Mensen zeggen meteen, als je gereleased wordt in Amerika, ze van, ze gaan Amerika verhuizen. Maar dat is helemaal niet zo. Want nee, weet ik. Maar de kans, ik vind het wel leuk dat je nou een keer daar uitgebracht wordt. Ja, we worden gewoon uitgebracht daar. We vinden het gewoon leuk om erheen te gaan. We verwachten er niks van. En we vinden het gewoon leuk om, ja, weet je wel, we vinden het heel leuk om in Europa te toeren ook. In de landen waar we bekend zijn. Maar het is gewoon leuk om een nieuwe cultuur te zien. Kijken hoe mensen op je reageren. En weer die eerste reactie op je muziek te horen. Ja. Want voor hun ben je toch weer een nieuwe band. Ja, dat blijft ook motivatie voor jou natuurlijk. Hè? Ja, absoluut. Ja, bij de benen op de grond ook nog. Sorry? Bij de beentje op de grond. Ja, we blijven Nederlanders, hè. Ja. Dus, super goed. Nee, ik dank je hartelijk. Jij ook. Succes. Oké. Okay.